Na al dat voorbereidend werk kan de Green Deal dan eindelijk in uitvoering gaan. En laten we samen voor een laatste keer die puntjes op de i nog even zetten. Zodat we voldoende weten wat we juist willen doen, maar ook hoe dat we deze activiteit willen gaan beheren. En dan misschien nog vooral hoe dat we er dan ook willen over communiceren. Want we willen namelijk dat onze deelnemers steeds voldoende geïnformeerd zijn, maar ook voldoende betrokken blijven doorheen het hele Green Deal traject. En bovendien mogen we iedereen buiten ons traject niet vergeten. Hè? Denk maar aan de pers, aan andere spelers binnen de sector enzovoort. Om jou te ondersteunen bij het vormgeven van al deze communicatiestromen, hebben we opnieuw een tool opgezet. En daarin kan je alles zorgvuldig en vooraf al gaan inplannen. En in dit bestand vind je alvast meer uitleg over hoe dat die planningstool jou kan gaan helpen. Op deze eerste slide zie je vooral een inzicht in hoe dat die tool is opgebouwd. Ik kom straks erop terug hoe dat juist zo is. En je ziet er ook al een high-level overzicht van de stappen die je moet doorlopen om de template makkelijk te gaan invullen, zodat die effectief jou kan helpen bij het opmaken van een communicatieplan. Laten we alvast eens door die slides gaan om een beetje beter te begrijpen wat de tool juist inhoudt. Voor eerst krijgen we dus een inzicht in hoe dat die tool is opgebouwd. We hebben drie tabbladen. Ten eerste hebben we een tabblad interne communicatie. En daaronder mag je alle communicatie naar potentiële deelnemers en stakeholders verstaan. Ten tweede hebben we een tabblad rond externe communicatie. En dat omvat eigenlijk alle communicatie naar niet-deelnemers, naar pers, naar buitenstaanders enzovoort. Het laatste tabblad dan gaat dan eerder ter inspiratie fungeren. We hebben daar een hele lijst aan mogelijke opties naar communicatie toe. En je kan daar eigenlijk ideeën gaan uithalen om zo eigenlijk die tool te gaan vervolledigen en te gaan toepassen op jouw communicatieplan. In de slides daarna lichten we dan toe hoe dat je praktisch met die tool aan de slag kan gaan om voor jouw Green Deal een communicatieplan te gaan vormgeven. En de eerste stap is natuurlijk het selecteren van een bepaalde doelgroep, maar ook het formuleren van een bepaalde doelstelling van de communicatie. Het is belangrijk dat we daarbij rekening houden met de verschillende fases die dat je doorheen het traject zal doorlopen, zodat de deelnemers, maar ook niet-deelnemers, zowel bij het begin, overheen de Green Deal, als aan het einde, voldoende geïnformeerd en betrokken blijven. Vervolgens gaan we dan kijken naar het communicatiemoment en gaan we daar bepalen welke boodschappen we willen overbrengen via welk kanaal. En probeer daarbij ook meteen te noteren wie dat die boodschap zal vormgeven en wie dat die boodschap aan het publiek zal brengen. En tenslotte kijken we vooral ook naar de timing en of dat die wel goed zit. We willen namelijk niet dat doelgroepen te vaak of net veel te weinig in een bepaalde tijdsperiode worden gecontacteerd. Daarbij controleren we best of dat de belangrijke mijlpalen en de evenementen voorafgaand voldoende communicatiemomenten bevatten. Voilà, en zie hier dan de tool waarover we het al een tijdje hebben gehad. Dit is de invultemplate dat bij het communicatieplan hoort. En je ziet hier ook meteen dat er voldoende ruimte is voorzien om bemerkingen en redeneringen achter bepaalde boodschappen mooi te gaan uitwerken. Deze tool is ook volledig gedigitaliseerd, wat maakt dat je dit makkelijk kan delen met je andere teamgenoten. En mocht je dan tenslotte nog wat nood hebben aan inspiratie of tips en tricks om dat communicatieplan meer vorm te geven, dan kan je die terugvinden in dit document. Daarin geven wij een kort overzicht van goede communicatiepraktijken die we hebben geleerd uit Green Deals die al zijn afgelopen of vandaag nog lopende zijn.